Hey, hallo, Mega Janneman hier. Leuk te kijken naar een nieuwe aflevering van Minecraft mee met Mega Jannemannetje. Hi. Ik stond even naar mijn uitzicht te kijken, als je kon zien. Daar wordt een kasteel gebouwd. En dat doe ik, trouwens. Ja. Het is best schiet al aardig op. Er staan twee torens en een huisje erachter. Dat kleine torentje is echt niet cool. Nee, dat ziet er gewoon niet goed uit. Die moet weg, maar dat gaan we nu niet doen hoor. Oh, een heks. Een skelet. Die staat maar gewoon op te wachten. Die is vast ingehuurd. Dat is gewoon een huurmoordenaar, denk ik hoor. Ja. Zo. Boop. Nee, we gaan toch even iets dichter. Even gewoon zo kijken. Nee, dat kasteeltje is gewoon net te klein. Of dat torentje. Daar ga ik wat aan doen. Dat zei ik al, doen we later. Nou, dat paard van Rinzo word ik ook een beetje moe van. Ga eens weg, joh. Oké. We gaan hier even heen. Oh, nee, dat is mijn name tag. Die heb ik straks nodig. Hup. Deurtje open. Een sleuteltje weer in mijn zak. We beginnen allereerst even met wat bordjes plaatsen. Dit is het... Oh, typfoutjes nog te doen. Bord. Nou, dat... Nog te doen bord. Zo. 1. Prank. Renzo. Ja. 2. Jullie weten wel waarom natuurlijk, hè? Prank Noe. 3. Prank. Ja, dat is de persoon wiens naam ik niet mag noemen. Dus die noemen we dinges. En dan weet ik voldoende. Oké. Nou. 4. Vang een. Skelet. En. Sluit hem op. En bewaar hem. En de moptuin. Ja. De moptuin. 5. Nou ja, dat zijn al die mobs. Ik denk dat ik te weinig bordjes heb. Vang een zombie. En sluit hem op in de mobtuin. Nou, 6, 7, 8, 9, 10 zijn dat ook nog. Daar moeten nog meer bordjes op, maar ik heb daar. Ik vind niet dat als ik dat allemaal moet gaan typen, dan ben ik echt wel even bezig. Zo, die hebben we. Ja. Maak het kasteel af. Is ook goed. Nou, dat is, moet er ook nog wat voor. Af en toe. Ja, kom op omhoog met dat ding. Ik weet niet wat het is. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Maak het kasteel af. Past weer niet. Kasteel af. 12. Maak de... Kelder. Past niet. Wat verdikke me. Maak de kelder af. En een bordje met dingen die ik nog moet doen. En er moet nog meer dingen gebeuren. Die plaats ik later. Zo. Hartstikke cool. Ja. Deze stop ik hier even in. Ik moet dus altijd nu met een name tag rondlopen. Want stel je voor dat ik in de buurt een zombie of zoiets tegenkom. Of een spin. Of nou ja, kijk, dit allemaal. Daar komt een spin aan.
Dan kan ik hem misschien wel vangen. Oh jee, hij komt hier al aan. Oh, ik kan hier niet in. Fuck. Blijf leven, Jan. Blijf leven. Hé! Hey. Ah! Dat is een... Ik heb er een administrator claim van gemaakt en dat ben ik nu niet. Nou, dan moet hij maar even dood. Nou, dat had ik even moeten veranderen. ja, dat kan nu denk ik niet. Nee. Nou goed. Dit was een beetje mijn moptuin. Dus in al deze hokjes, die dan niet helemaal af zijn, maar ik laat ze een beetje openstaan, dan kan ik ze er gauw ingooien. Dacht ik, maar nu heb ik hier een foutje gemaakt met het dak. Dus dat pas ik nog een beetje aan. Maar dit wat is een moptuin. In al die hokken komt een mop. Een monster. Dat was het kasteel. De poortsignaal. Maar nog lang niet af. Even kijken, dan gaan we naar... Waar gaan we heen? Nog een zombie. Hup, ook dood. Even kijken, we gaan het paard van Rinzo even terugbrengen. En dan gaan we direct planetje 1. Wee. Gaan we plan 1. Prank Rinzo gaan we uitvoeren. Oh kijk, hier staat het drakenei. Ik vind het heel goed. Gewoon op zo'n steen, dat is hartstikke cool. Het ziet er ook tof uit. Hier is een village verrezen. Ook leuk. En er lopen ook villagers trouwens. Dus er komen best vaak mensen daar. Volgens mij moet ik hier... Moest ik nou hier de bocht om? Nee, ik weet het niet meer. Ja, ik moet daar de bocht om. Ja, ik weet het wel. Op naar Rinzo. Zijn huis, hij is er toch niet. Er zijn trouwens wel mensen online hoor. 4 op dit moment, er gingen net 2 weg. Nee, dat is het huis van Rinzo. Nou, ook niet raar. Okay, zijn paard schijnt heel goed te kunnen springen. Nou, dat ging niet zo goed. Ik kan niet zo heel goed springen. Kijk, hij komt er vaak overheen, maar ik weet niet hoe dat werkt. Dat is het ook een beetje. Ik kan gewoon niet springen. Ik ben gewoon een beetje niet handig hiermee. Nou, ik denk dat dat wel zou moeten lukken, toch? Hé, hey, waarom stop je nou? Ja, weet je, we gaan gewoon via de deur. Ik weet de weg wel. Zo. Kunnen we ook wel door zo'n deurtje heen met een paard? Nee, hè? Nou, hij schijnt via de hoogte kunnen springen. Maar ja, kom je dan ook omhoog? Ik snap het niet. Nou, we zijn er. Gelukkig. Heeft het zo ook een stal? Nee, nou ja, dan laat ik hem hier gewoon achter. Zo. Bijna goed, net niet. Ik heb al wat voorwerk gedaan. Zoals jullie misschien weten, ik denk het niet. Ah, misschien wel. Ik ben getrust hier, dus ik hoef daar Renzo trust mij. Dus ik kan gewoon naar binnen. Ik heb hier al wat spul. Als jullie weten, houdt Rinzo van muziek. Als jullie misschien weten. Dus daar ga ik een beetje aan helpen. Wat muziek voor Rinzo. Dat hij het niet meer zo stil heeft hier. In zijn mooie huis. Hier. En hoe ga ik dat doen? Nou. Ik zoek even een plekje op. Laten we zeggen hier. Onder zijn bed. Heb ik ook een schep bij me. Ja, een gouden. Maar die gaan zo snel op. Ik kan je beter niet gebruiken. Oeh. Wat is dit? Nou, daar heeft hij vast iets onder staan hier. Ergens. Dat geeft niet. Is helemaal niet erg. Zo, dat verstoppen we gewoon even. Hier. Dat doen we gewoon zo even.
We zien die daar. Ik weet niet zeker of het zo lukt. Zo. Ik denk dat er nog... Zo. Hup. Even kijken wat er gebeurt hoor. Ik had ook... Ja, hier zijn ze. Nou, dat leg ik weer niet handig neer. Zo. Gewoon even om te kijken. Nee, zie je? Dat werkt dus niet. Dus die moet zo. Waarschijnlijk. Werkt dat niet? Wat raar. hoe werkt dat nog maar? Ik zou echt zweren. Wow. Oeh, sorry Renzo. Wat zit hierachter? Gelukkig wat steen meegenomen, dan valt het niet zo op. Nou, ik weet zeker. Ik weet alleen niet zeker of het met een stukje redstone kan. Moet hij er dan zo voorlangs? Ja, zo moet dat. Cool, 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 cool. Nou, dan komt het volgens mij wel goed. Gaan we die kant een beetje op. Hup. Even kijken hoor. Als die daar langs gaat, dan moet hier, denk ik. Oh, nee. Ah, kom terug, Kai. Ziet hij het? Ik zie het. Zo. Het is allemaal een beetje krap, hè? Hier. Die haal ik weg. Zo. Die haal ik weg. Die kan ook weg, denk ik. Die daar. Die daar. Daar. Zo. Dan heb ik deze nog. Die plaats ik daar. Kijk. Dat is toch hartstikke leuk. En stel je voor dat er gewoon een paar van die dingen staan. Wat erin zo helemaal knettergek. Ik weet het zeker. Oké. Okay. dat ziet er wel cool uit. Dat vindt erin zo ook vast. Zo. Toch? Beetje irritant geluid. Daar heeft niemand problemen mee. Hier wordt het al stil. Dus er moet ook iets komen. Nou, eens even kijken. Laten we dat hier doen. Nou, daar zit iets roods onder. Dat is niet zo cool. Jongen, die heeft overal. Die heeft gewoon overal iets. Zit hier iets onder? Dirt, dat is goed. Yes. Ah, kijk. Nou, dat geeft niet. Ik maak gewoon wat ruimte. Zo. Nou, dan hebben we dat geluid. Wat al irritant is. Doen we deze ook nog gewoon even bij. Nou. Moet wel omhoog. Nou. Kom maar. Waarom kan ik hier nou niet omhoog? Ik moet verder naar achteren. Zo. Oh, hoor ze tikken die dingen. Ik word er zelf al helemaal gek van. En dat is geen enkel probleem. En die. Nou, hier nog.
Oh, dat kan daar niet langs. Dus dat moet hier wel langs. Zo. Hup. Zo. Daar nog één. Ik hoop dat het goed komt. Ik denk het wel. Nou, plafond er neer. Ja, gelukt. Hé, er komt hier ergens stroom weg. Huh? Oh jee. Maar dat komt bij deze uit natuurlijk. Dat denk ik ook weer niet zo heel handig. Zo. Hup, die is daar al. Waarom werkt deze nou niet? Dan krijgen wij zo voor elkaar. Kijk, hij moet gewoon zo. Dat is cool. Oh ja. Ah. Sorry hoor, Renzo. Ach. Hoe kwam ik hier ook nog maar? Hier langs. Nou, dit is toch best grappig. Kijk eens even, daar een deur, hier een deur. Nou, ik ga nog een paar van die dingen plaatsen. Ik moet natuurlijk niet alles verstoppen, laten zien hoe ik dat doe. Je weet nu hoe je het doet. Daar kom ik zo bij terug als ik hier klaar mee ben. Nou ja, muziek is het niet echt geworden. Maar het is wel ontzettende herrie. En dat is natuurlijk precies de bedoeling. Ik hoop dat Renzo dit leuk vindt. Ik denk het wel. Renzo houdt hier wel van. Even kijken, ik had nog een tapijtje. Die moet daar. Oh, wacht. Hartstikke cool. Waar zal ik het bord neerzetten? Ah, hier is het rustig. Ja, zijn paard wordt al een beetje raar van. Het zit echt overal. Ik plaats hier even een bord. Vindt hij leuk, weet ik zeker. Wacht, ik heb meer bordjes nodig, denk ik, dan drie. Ergens bij een deur stond een werkbank. Had ik net gezien. Waarom sta jij nou daar, paard? Hoe kan dat? Dat is een ander paard. Gelukkig. Was ik even bang dat ik het paard kwijt had gemaakt. Maar Renzo heeft veel meer paarden, zoals je kunt zien. Hier is een werkbank. Zo, nou dan komt er dadelijk precies 7, dan krijgen we er heel veel bij. Cool. Zo. Dat je van muziek houdt. Dus dacht ik, ik geef Renzo wat te luisteren. Veel
plezier met het uitschakelen van de devices. Nou, dat schrijf je zo niet. Hoe schrijf je dat? Devices. Weet je wat? Ik weet het niet zeker. Apparaten. Apparaten. Punt. Apparaten. Mocht je wat kippen missen, dan kan dat. Ze sprongen steeds achter me aan het gat in. Punt. Een paar. Nieuwe gemaakt. Dan. Goed. En. Dan. Nou, het is niet het beste bord, maar ach. Hartstikke cool. Nou, hij hoort hem al als hij buiten rondloopt. En hier, nou dit is toch gekmakend. En hier, en hier, en overal. Ah, ik ga hier gauw weg. doei doei, en zo. Yo. Nou, dat was even grappig. Het is echt een helskabaal. En sommige heb ik een... Heb ik best goed verstapt, vind ik zelf. Zo, en weer terug. Oh, wat leuk, het is zo lawaaiig. Arme Renzo, ik heb zwaar met hem te doen. Nou, dat was een soort van altaar. Eens even kijken. Zo, ik hoop dat het me lukt. Het is, zou je altijd zien, hè? Is het net weer dag? Terwijl ik eindelijk weer wat monsters heb gevonden. Kom, zombie, eruit. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Kom maar. Ja, kom achter mij aan. Misschien lukt het nog. Ik hoop het. Kom maar, het is veilig onder die bomen, jongen. Hier kan je langs. Kom. Klein stukje. Ik heb hier een deurtje voor je gemaakt. Kom maar. Oké. Ik hoop dat dit lukt. Neem Jack in de aanslag. Ik zal hem ook een naam geven. Dat is misschien handiger. Nee, dan hoop ik niet dat hij die spawnt. Kijk, had ik hier niet een anvil ook tussen staan? Ja, daar. Of dat lukt zo. Ja. De zombie. Huppakee. Gaan we gauw die kant even op. Daar staat hij weer te wachten tenslotte. Hey, jongen. De zombie. Cool, cool, cool. Dat is ook weer klaar. Nou moet ik nog... Ja, dat wordt weer ingewikkeld. Hoe ga ik dat doen? Ik had dat kistje er neergezet met de intentie om daar wat blokken en zo in te proppen. Nou, die halen we nu op. Als het goed is, verdwijnt de zombie toch niet.
Dus dat is wel heel cool. Hier heb ik nog een beetje Indesight. En ik had ook echt een hele berg van dat hekwerk. Maar waar zal ik dat gelaten hebben? Waarschijnlijk op het kasteel. Ik dacht dat ik het daarmee naartoe had gesleept. Nou, lopen we die kant even op. Wees er alsjeblieft. Kom op, zombie. Ja, hij is er nog. Oh yeah. Ja, nou heeft hij mij weer door. Ik bouw mezelf denk ik even in hier. Eens kijken of ik... Dat hek? Ja, nu komt hij hier nooit meer weg. Nee, dat lukt niet. Nou, ik geef niet direct op natuurlijk. Daar nog even een stukje. Want voordat je het weet vliegt hij in de fik. En dat moeten we niet hebben. Hup. Ja, jij bent een zombie. Ik zie het. En kan die daar? Ja. Dat zet erop. Nu moet hij dus weer naar de andere kant toe. Ik loop een stukje op. Ik hoop echt dat het lukt. Het is niet makkelijk hoor. Ga naar die toe. En daar tegen aanklikken. Klik. Ja, hij is opgesloten. Nou had ik heel graag... dat deurtje weer willen hebben. Nou, ook gelukt. Nou, ik moet zeggen, dit ging veel makkelijker dan ik had gedacht, eerlijk gezegd. Dat is echt gaaf. Dat is makkelijk als dat gaat. Maar goed, we hebben nog geen skelet. En ook nog geen creeper. En ook nog geen spin. En ook nog geen zombie pikmin. Maar goed, daar heb ik ook meer... Nee, ik vind wat top daar. Daar heb ik ook meer nametags voor nodig. Ik heb er 3, nu nog 2. Dus we kunnen nog even vooruit, maar ik moet nodig weer vissen. Wat zocht ik ook nog maar? Ja, spruce slabs. Hebben we hier. Dan maak ik het plafond even af. Dat is netjes. Hier woont hij. Waar woont hij nou? Hier. Bedankt dat je even geluid maakt. Klik, klik. Zo. Ja, nou moet deze deur eigenlijk ook nog weg natuurlijk. Daar heb ik nog niet aan gedacht. Nou, dat kan ik ook wel. Zo, toem toem. Hier even op, dacht ik, maar dat werkt niet. Die weg. Loep. Nou moet ik hem weer verzorgen dat hij mij aan deze kant ziet. Hé, hey, pst. Zombie. Hé. Hey. Jij bent een zombie, maar dat zie je zo niet. Eigenaardig. Nee, misschien moet ik dat ook eens om gaan zetten. Kijk, deze hier ook nog op. Hup. Hij kan me wel zien vanaf daar. Ja, hij heeft me alweer gezien. Kom maar, klik. Yes. Oeh, yeah. Hup. Ook opgesloten. Ik ben helemaal tevreden. En met dit geweldig succes zet ik weer een punt achter deze aflevering. Ik hoop dat je hem leuk hebt gevonden. Ik hoop dat Rinzo trouwens ook mijn prank leuk vindt. Ik denk het niet, maar
Ach, dat hoort bij pranken. Wie prankt wat teruggeprankt? Geen enkel probleem. Vroeg of laat zal het gebeuren. Dan weet ik niet of je het al gezien hebt, maar er... ja, op Jan speelt games. Jan gaat hard, bedoel ik. Komt een nieuwe serie. Life is Strange. Ik vind het een heel leuk spelletje om te spelen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om naar te kijken. Vanaf maandag gaat hij uit. En dan heb je maandag, dinsdag, woensdag, donderdag om 6 uur. Elke keer om 6 uur een spiksplinter nieuwe aflevering. Dus dat wordt volgens mij leuk. Nou, wat deze aflevering betreft, dank ik je voor de aandacht. En tot de volgende keer. Later, doei. En vergeet natuurlijk niet te liken of je te abonneren op mijn kanaal. Doei.